deze week wordt langzaam gereden in verband met de slechte weersomstandigheden. Mensen die nu op hun werk of een andere bestemming zijn en naar huis willen, krijgen het advies de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Wie toch de auto ingaat, moet de rijstijl en de snelheid aanpassen aan de omstandigheden op de weg. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Limburg mogen vandaag eerder naar huis. Vanwege de verwachte sneeuwval zit de schooldag er al naar het derde uur op. Middelbare scholen in Venlo, Venray, Roermond en Landgraaf die passen het lesrooster aan. Omdat rond het middaguurcode oranje wordt afgegeven, hebben de directies dit besluit genomen. Vooral voor de leerlingen die nog met de fiets naar huis moeten, kan het door het gladheid gevaarlijk zijn. Een delegatie van Limburgse en Brabantse werkgeversverenigingen, bedrijven en gemeenten hebben bij de Tweede Kamer een petitie aangeboden. Zij willen dat er 80 miljoen euro beschikbaar komt om de problemen op de A2 tussen Weert en Eindhoven aan te pakken. Die loopt nu bijna dagelijks vast. In de toekomst moet de snelweg verbreed worden, maar dat duurt een tijdje te lang. Daarom pleiten ze voor een zogeheten smart lane. Dat is een spitsblok waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technieken zoals reflecterend afval. De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003. Dat steekt schril af bij de Nederlandse cijfers. Waarin nam de beroepsbevolking in diezelfde periode met 8% toe. Voornaamste reden van de stagnatie is de krimp van de Zuid-Limburgse bevolking. Ten opzichte van 2003 nam het aantal inwoners met bijna 5% af. Door de relatief sterke vergrijzing overlijden er in Zuid-Limburg jaarlijks meer mensen dan dat er baby's worden geboren. Het weer in Limburg, geruime tijd sneeuw, waarbij temperaturen van net iets boven het vriespunt. In het uiterste zuiden van Zuid-Limburg regen, tijdelijk 6 graden. Later droger, vannacht valt ook nog wat sneeuw, bij temperaturen rond het vriespunt. Nou, even verkeer, want ja, het is bar en boos op de wegen in Midden- en Noord-Limburg. We krijgen heel veel telefoontjes over gladheid. Onder meer op de A73, zo'n beetje tussen Knopen en Vonderen. En Roermond is een spiegel glad. Op de Napoleonsbaan verschillende meldingen. Het duurt heel lang om over de A67 van Eindhoven naar Venlo te komen en andersom. En op de N280, Roermond richting Duitsland, loop je vertraging op omdat er een vrachtwagen geschaard is op het Duitse deel van de weg. Op weg nummer 52 houden staan rekening met extra vertraging. En voor het overige gewoon uitkijken, twee hengen aan het stuur en geen gekke dingen doen. 043 850 60 70 voor alle verkeersmeldingen. Zometeen tijdens met het uitgebreide Limburgse weerbericht. Hoe lang houden we die gladheid nog? En de counting crows komen eraan. Alle deals en de voorwaarden.